Dus jij wilt je aanmelden voor een opleiding bij Alpda? Je bent van harte welkom. Ga naar alpda.nl en selecteer de opleiding van jouw keuze. Klik daar op de aanmeldknop en vul je gegevens in. Je krijgt eerst een bevestiging van je aanmelding. Daarna neemt iemand van de opleiding contact met je op om je uit te nodigen voor een intakegesprek. Als je je uiterlijk 1 april aanmeldt, heb je recht om toegelaten te worden tot de opleiding van jouw keuze. Natuurlijk moet je wel voldoen aan de toelatingseisen en meedoen met de verplichte intakeactiviteiten. Kom je er nou tijdens het intakegesprek achter dat je liever een andere opleiding wil volgen en je hebt je voor 1 april aangemeld, dan blijft jouw tijdige aanmelddatum gewoon staan. Kijk, hij heeft ook een intake. En trouwens, een intake kan ook online. Hoi Dave, kom erbij zitten. Yes, dankjewel. Ik had gezien dat je hebt aangemeld voor de opleiding Marketing en Communicatie. Vertel eens. Ja, het lijkt mij leuk om grote campagnes neer te kunnen zetten voor bedrijven. Ja, mijn neef die is marketingmanager en als ik zie wat hij allemaal op de markt zet, ja, daar word ik gewoon blij van. Dat is tof om te zien. Nou, dat klinkt heel interessant. Ja. Zo begint je intakegesprek. We praten over hoe je bij deze keuze terecht bent gekomen. Heb je al ervaring of ken je mensen uit het vak? Ook vragen we of je behoefte hebt aan ondersteuning. Misschien heb je dyslexie of maak je je zorgen over hoe je je boeken kunt betalen. Dat kunnen we allemaal bespreken. Na het intakegesprek krijg je een studiekeuzeadvies. Of de opleiding die je hebt gekozen is helemaal raak, maar het kan natuurlijk ook dat we een opleiding vinden die nog beter bij je past. Hoe dan ook, er wordt met je meegedacht. Trouwens, heb je je loopbaandossier bij je? Ja, ik heb hem bij me. Dankjewel, laat eens kijken. Je nieuwe opleiding op de MBO start waar de vorige is geëindigd. Daarom neemt Alpda je loopbaandossier over die je op je middelbare school hebt opgebouwd. Deels gebeurt het digitaal. En deels breng je het zelf mee? Ja, dankjewel in ieder geval. Super. Ja, graag gedaan. Wat trouwens nog even belangrijk is, is dat je goed je mail in de gaten houdt. En dat je telefoonnummer en mailadres ook klopt. Ja. Je krijgt namelijk een digitale onderwijsovereenkomst. En pas als je deze hebt ondertekend, dan kunnen we alles voor jou in orde maken. Zoals een Alpda-account, boeken en andere dingen. Ja, komt goed. Dankjewel. Top! Grote kans dat Dave de opleiding Marketing en Communicatie gaat volgen. Er zijn ook opleidingen waar je nog auditie moet doen om te laten zien dat je aanleg hebt. Bijvoorbeeld bij dans, muziek en theateropleidingen. Ook zijn er numerus fixus opleidingen, ingesteld door de overheid om een maximum aantal studenten af te leveren op de arbeidsmarkt. Dit is in jouw eigen belang. Zo raakt de arbeidsmarkt niet overvol. Dat geldt bijvoorbeeld voor de opleidingen luchtvaartdienstverlener, handhaver toezicht en veiligheid en mode. Wil je nou de precieze eisen weten? Kijk dan even op onze website of neem contact met ons op. Ik hoop dat jullie een beeld hebben gekregen van hoe een intake bij ons werkt. Wij van StudieInfo.nl en Welkom met Alpda weten hier alles van. Heb je nou nog een vraag? Stuur ons een DM op Instagram of een WhatsApp. Of gebruik een van de andere contactmogelijkheden. We horen graag van je.